Hallo dan. Hey, nou ja. Met een bosbloem uit het zuiden. Dat is zo gezellig. Gefeliciteerd met je nieuwe huis. Ja. Mogen we even komen kijken? Zeker. Dan lopen we met je mee. Kijk, staat al een vaas klaar. Wat mooi. Wat heb je een mooi open huis. Hoe lang zit je hier al? Eigenlijk nog niet zo lang. Een maand of vijf zo. We zijn nog lang niet klaar. We moeten nog heel veel doen. Ben je zelf ook een beetje een klusser dan of niet? Nou, als ik eerlijk ben wel. Maar nu zijn we wel echt zelf ook aan het schilderen. Je ziet de verf zit nog op mijn elleboog. Jij schildert zelf ook een beetje. Ik schilder zelf ook een beetje mee, ja. Ben je graag thuis? Ja, heel graag thuis. Ik hou van thuis. Een georganiseerde chaos in huis of heel erg opgeruimd en strak? Nee, totale georganiseerde chaos. In samenwerking met Armin van Buren of met André Rieu? Dan Armin van Buren. Waarom? Ja, dat lijkt me wel te gek. Ik heb altijd al wel leuk gevonden om een keer met een DJ iets te doen. Zingen voor het Songfestival of voor een gevulde arena? Gevulde arena. Toontje hoger of toontje lager? Toontje hoger. Heel optreden, vals zingen of zingen in je ondergoed? Jezus, wat voor vraag is dat? Ik kan niet eens vals zingen. Dat wordt in je ondergoed. Ik denk dat van beide niemand echt opknapt, kan ik je vertellen. Het is een heel oud huis. Kun je enigszins aangeven hoe het hiervoor was? Alleen dat er is trap? Nou, je wil echt niet weten hoe het hiervoor was. Die trap was super donker, oud, bruin. Toen die bekleding erop kwam, toen was het ineens echt een eye-opener van wat een verschil. En dit is wel een beetje het pronkstuk. Want als je kijkt naar dit wasser, dit is authentiek. En de jongens hebben dus die spijltjes er helemaal bij gemaakt met die mooie leuning. Ja, dat is gewoon prachtig. Ik vind dit een van de mooiste stukjes in het huis geworden. Wie maakt bij jullie de keuze over welke trap en hoe het eruit gaat zien? Eerlijk? Meener. Nee, dat is niet waar. We doen alles samen. Nieuwsets wordt heel erg blij van gelukkige klanten. Waar word jij nou blij van in jouw vak? Ik word heel blij van mensen die met net zoveel passie en overgave aan iets werken als ik. Nieuw bouwen of verbouwen? Verbouwen. Alles zelf doen of alles uitbesteden? Alles zelf meebedenken en dan uitbesteden aan de mensen die het echt goed kunnen. De trap op met schoenen of zonder schoenen? Zonder schoenen. Ieder jaar verhuizen of nooit meer verhuizen? Nooit meer verhuizen. Want? Ja, dit is toch de leukste plek op aarde? En we hebben hier nog een nieuwe ster dan. Yes, nou dit is echt mijn eyecatcher. Hier was eerst een ladder, maar wat hebben we nou gedaan? Om het licht te behouden wordt dit dus raam. En hebben we hier een fantastisch luik en hij gaat elektrisch omhoog. Leuk hè? Hier kan je nu gewoon overheen. En dan kan je gewoon je kast gebruiken. Het is toch superleuk? Idee van Frank, hè? Heeft hij bedacht. Nog één ding, als de batterijen leeg zijn? Dan heb je wel een probleem. Slagroomtaart of Limburgse vlaai? Limburgse vlaai. Heel maar goed. Beter allebei niet. Een duet met de koning of met Mark Rutte? Ik denk dat we met de koning een stukje verder komen. Zingend. En de laatste is, spullen op de trap mee naar boven nemen of er gewoon overheen stappen? Gewetensvragen. Ze moeten eigenlijk mee naar boven, maar ik laat ze toch ook best wel vaak liggen hoor. Ik zeg het eerlijk. Maar ja, als je een mooie trap hebt, dan wordt dat ook een soort van opslagplek voor spulletjes. Dank voor de rondleiding. Dit voelt ook echt als een mooi nieuw thuis voor je. Ja, toch? Dat is het ook echt. En ik zeg altijd maar, als ik nergens meer kan zitten, ga ik gewoon op de trap zitten. En anders deze misschien wel. Dit is wel een van mijn favoriete trapjes hier in het zonnetje in de ochtend. Maar ja, misschien moet ik daar met Frank nog een keer over hebben. Hè? Deze is ook wel toe aan een soort van renovatie. Maar moet ook wat te wensen overhouden, toch? Veel geluk hier.